Enkele maanden later is het eindelijk zover. Rond half april tot eind mei komen de meeste jonge dassen voor het eerst naar buiten. Daar stuiten ze op een hele nieuwe wereld. Het jonge dasje is nieuwsgierig, maar toch terughoudend. En uiteindelijk waagt het kleine dasje zich aan een stoeipartij met de grote dassen uit de burcht. Maar dan wel van korte duur en zal het jonge dasje snel weer teruggaan naar binnen, om lekker uit te rusten.